We zijn er weer. Het is tijd om zo'n jamper ding te doen. We moeten eerst met van die professors praten. Of in ieder geval van die chairmen en deze crazy girl. Deze vrouw die niet spoort. Oh, ik heb een fiets tegenwoordig. Dat scheelt namelijk heel veel tijd. En hoe eerder we van de jamper run af zijn, hoe beter natuurlijk. Ik ben benieuwd of de tech speed aangepast kan en moet en zou moeten en kan en zo worden. Retaliate. Die zal hij vast niet kunnen leren, onze jampers. En Wil hij weer vechten? Of heeft hij er nog steeds niet van geleerd dat hij zo'n loserboy is? Nou, hij heeft er nog steeds niet van geleerd dat hij zo'n loserboy is. Nou, dan leren wij hem dat hij een loserboy is. Solosis. Nou, dat was Solosis. Looks like you've grown a bit. Ja, jij niet. Je bent nog steeds een bitch dit. Nog steeds een Gotita. Hij is niet eens één keer geëvalueerd. Oeh, hij is wel eerder. Dat is wel een beetje sad. Oeh, bijna alles ge-one-hit. Dat is wel sad. Dat niet helemaal. Oh, super potion. Wauw, loser. Oh, hij heeft vier Pokémonen. Nou, dan had ik misschien wel even beter kunnen switchen. Nou ja. Heeft hij een nieuwe Pokémon? Oh ja, Galarian Ponyta, ja. Echt een verre Pokémon. Is Galarian Ponyta ook al Fairy? Weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet, anders was dit niet super effectief. Hoezo is de fiets kut in deze game? De fiets is fucking goed in deze game. Dit is de beste fiets die er was. Je kan hem zelfs upspeeden. Kijk, nu begint het moeilijk te worden. Want Karkol zijn moeilijk te verslaan. Upspeeden te lang duurt. Ja, maar dan heb je hem gewoon niet gevoel geupgrade. Huh, ik ben nog sneller. Hoe slow is die Rock'n'Rolla dan? What the fuck? Wat is een goede visser? Wat is de beste... wat is de beste physical electric move? Is het nou Volt Tackle of Wild Charge? En welke kan Jamper leren? Welke zit in deze game in? Laten we daar eerst mee beginnen. Jamper leert op level 40 Wild Charge? Nice! Vanuit zichzelf, niet eens met een TM ofzo. Verder moet ik sowieso nog even kijken wat de beste rest van zijn moveset is. Want het moet best wel gevarieerd zijn om natuurlijk een beetje... in de league ook wat te kunnen doen. Play rough. Oké, nice. Ja, het zijn allemaal physical build. Play rough, dik. Oké, dat zijn best goede aanvallen. Firefang als TM. Oh, nou dat lijkt me een goede set. Maar misschien kan ik een beetje switchen tussen de jampers. Jullie moeten me daar een beetje mee helpen. Want dat is niet mijn strong suit, zeg maar. Ik wil sowieso play rough, want play rough vind ik echt een goede aanval. Ik denk dat ik voor Crunch ga in plaats van voor Firefang. Of misschien dat ik de ene Firefang geef en de andere Playruff ofzo. Of ik moet even kijken. Waarom flinch ik niet? Hij wordt wel heel OP zo. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Wat? Kaboom! Hey, zij heeft een worst op voeten. En ik heb ook een worst op voeten. Ik ben hier de enige Jamper Master, mevrouw. Maar ik moet healen. Ik dacht dat ik hem was, maar ik was er niet. Officer Raymond. Komen er nog meer battles aan, want daar heb ik echt geen zin in. Dit wordt een probleem. Trio. Thanks voor de suppie. Gaat goed met de suppies. Heel ziek. Ik denk dat het handig is dat ik gewoon eventjes super potions koop, want dan kan ik hem op zich wel halen. Krijg ik helemaal de cutscene opnieuw? Wat een onzin. Met een beetje geluk kill ik hem met één spark. Maar ik heb geen... Oeh, wel een paralyzed met spark. Kijk, dat gebeurt niet vaak. En hij is ook nog eens fully paralyzed. Kijk, daar houden we van.
Wauw, twee keer geflinched achter elkaar en als ik een keer bye doe, dan wordt er nooit geflinched. Wat een... Zien jullie dit gebeuren? Dan wordt drie keer geflinched achter elkaar. Ik krijg één keer paralyzed met Spark en dan krijg ik dit als onzin terug. Kijk, ik ben nu plus 5 speed. Het is niet nodig om te healen nu toch? Nu kan ik toch gewoon tackelen en dan is het toch klaar. Had te kunnen weten natuurlijk. Dit is de eerste moeilijke fight die ik heb in deze run. Nou, ik heb die marshmallow verslagen hoor. Het werd een keer tijd. Oeh, crunch. Get your shift on. We gaan de vuurgym bevechten. Ik snap alleen die quote-unquote gym puzzel nooit. Van de fire gym. Hier, dit is een Litwick, die gaan we vangen. Shiny Litwick incoming! Geen Shiny Litwick, maar wel een Litwick. Wajo! De helpt een trainer. Of nou ja, helpt. Deze trainer is een bitch. Nou. Oh. Dit is toch niet zo moeilijk om een Sizzlypie te verslaan, of wel? Wat een kutselende. Het zit een beetje mij te burnen. Kabu, kabu, kabu. Kabu, kabu, kabu. Kabu, kabu, kabu. Kabu, kabu, kabu. Hoe hij rent is gewoon echt eng. Will-o-wipsing. Nu is het inderdaad echt kut dat ik allemaal physicals heb. Nu gaat hij potion gebruiken, denk ik. Nee, maar wel willen we. Ja, maar hij is met paralyze sneller. Hij is met paralyze sneller, dus dat heeft geen zin. Met een beetje geluk overleef ik één hit. Overleef ik één hit, dan kan ik die andere nog weer een keer healen. Oh, nee, ik overleef het niet, want ik ben geboren. Jammer. Dit is zonde. Dit is zonde. Nu hoop ik dat ik in ieder geval eentje overleef zodat ik kan healen. En dan heb ik nog straks één die dan met Dynamax turn over heel klein is. Daar gokken we maar op. Oké, overleef is wel makkelijk. Special attack fell, dat is niet zo erg. En ik word gerattled, dat is wel positief. Damage is decent. Zeker als hij zo kleiner wordt. Er is een kans dat ik hem win. Er is een kleine kans. Of hij doet iets anders als Flutterby nou. Want als hij nu geen Flutterby doet, dan kan het zijn dat hij straks een aanval doet die fucking sterk is. Dat bedoel ik. Oké, overleef ik ook. Ben ik geburnt? Dat zou heel jammer zijn. Fire speed damage. Als ik max lightning doe, dit is mijn laatste Dynamax turn. Ja, daar moet ik het op gokken. Lekker. Dwerg Sander. Oh. Jamper die Sander heet. Dit wordt echt straks. Dit wordt echt een probleem straks. Dat ik dat even elke keer vergeet. Ik heb weer zo'n lelijke badge, maar we hebben de badge en dat is het belangrijkste. Oeh, een Pokéball.
Twee Hyper Potions. Nou, daar zeggen we geen nee tegen. Mogen we die kant al op of gaan ze ons tegenhouden? Ja. Nee, mogen we daar nog niet heen. Ze kunnen de TM voor Dick nog niet halen. Dan ga ik wel even kijken waar de TM Fire Fang is. Ik zie nu pas dat die straten hier op draken Dragon Scales lijkt. Dat is wel grappig. We kunnen het wel proberen, alleen dan moeten we volgens mij... Moeten we naar Wedgehurst of naar... Dit is Wedgehurst, toch? Of moeten we hier zijn? Ik denk dat we hier bij het station moeten zijn. We gaan wel even kijken. Oh, er wordt gewoon tegen me gelogen. Het is niet eens op de Isle of Armor. Wat? Nou, misschien kan je hem daar trouwens wel vinden. Maar je kan hem ook gewoon kopen. Ik ga iets proberen. Dat is wel een beetje mijn standaard zin die ik vandaag heb gebruikt. Even iets proberen. Ik weet alleen niet of ik daar ook al heen mag fietsen. Mag. Nee, daar mag ik nog niet bij. Oh, dat is een partijtje kut. Maar we kunnen in ieder geval TM Dick halen. Ik denk dat we daar dat het eindpunt van deze aflevering maken. Dan staat hier toch zo'n Team Yelgas met de Silly Cobra's in. Yo, Ryan. Eerst deze Team Yel met Silly Cobra's verslaan. Of nee, de Silly Cobra beschermen van Team Yel. Volgens mij heb ik wel het probleem dat ik een Ground Gym Leader heb in deze game. Dat wordt echt kut, want ik heb geen idee hoe ik dat ga doen. Hey Opal, je bent één. Wat? Paddy, waarom word je nou even verliefd op een Clefable? Of op een Clefairy? Doe nou niet. Gewoon drie keer achter elkaar? Verandert dat? Stopt dat niet? Nog een Clefable. Maar waarom? Yo, thanks, Hype. Oh, wacht. Dit is een Clefable. Dit is niet eens een Clefairy. Uh-oh. En dan kan je ook op de... Is het dik? Ja, nice. Kan je natuurlijk ook op uploadschermatje zien, hè. Precies 5 uur. Kijk, daar zit wel een uur bij voorbereiding bij. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze stream. Vond je het een leuke stream? Kom dan de volgende keer weer terug. Als je nog niet gefollowed bent, doe dat even. En dan zie ik graag bij de volgende stream waar we nog meer jampers gaan gebruiken om te winnen in deze game. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos. We'll be right back.